gas intrekt. Ik ga ze voor mij houden. Geen een van de twee krijgt ze. Voilà. Björn, je moet goed begrijpen dat een neutrale stem hier niet telt. En wij hebben een stem nodig, dus dat wil zeggen dat jouw oude stem nu wel geldig is. Jutta, ik weet niet, jij kent hem misschien het beste. Heb je enig idee waarom? Dit is weer een Björn-actie, hè? Hij heeft mij wel gezegd dat er een verrassing nog kwam. Maar wat die verrassing is... Het kan nu, dus... Ja, dat wil zeggen dat we weer een gelijke stand hebben. 4-4. Ja, wat gaan we dan doen? Uiteraard hebben wij wel toch een beetje rekening gehouden met dit scenario. Daarom hebben we in het uiterste geheim de 6 eerste afvallers net voor de show in conclaaf bij elkaar gebracht. Kijk maar eens. Hallo iedereen. Ja, we hebben de 8 laatste afvallers nog eens opnieuw laten stemmen. Als dat straks weer een gelijke stand is, dan hebben jullie een zeer belangrijke taak. Want jullie mogen de beslissende stem uitbrengen. Jullie moeten overleggen. Ik weet het, Erik is er niet bij, maar je kan hem opbellen, want zijn telefoonnummer zit al in deze gsm. Ik ga die aan jou geven. Ja. Dus kom goed overeen, want je mag maar 1 stem uitbrengen. En die ga jij mij dan tijdens de uitzending komen brengen, oké? Okay? Denk er goed over na en heel veel succes. Toen ik bij Judge op het eiland zat, had ik hem super graag. Mm-hmm. Ik vond hem ook echt een Robinson. Hij was toen wel heel moe, maar ik vond zijn manier van denken enorm leuk. Hij was, had een heel fijne filosofie en zo. En dat vond ik heel belangrijk, omdat hij de groep wel terug kon oppeppen in mijn ogen. Ik zou Jutta kiezen, denk ik. En dat vind ik op zich wel moeilijk, maar toch kies ik voor Jutta dan. Ik heb geen voorkeur. Mm-hmm. Ik zit in een soort dilemma. Jutta, wat denk je? Goh. Ik weet het echt niet. Het kan alle twee zijn. Ik weet het echt niet. En jij, Judge? Nee, ja, geen idee. Je zit heel verslagen te kijken. Ja. Ik wilde er nu uit zijn. We zijn er zo meteen uit. We gaan de voorzitter van de extra jury erbij halen. Hier is Fatima. Zo, Fatima. Mijn hart klopt in mijn keel. Ik kan het me voorstellen. Hartelijk welkom. Hoe gaat het met je? Prima, hartstikke goed. Op een paar vetrolletjes na van de zwangerschap, maar... Ja, nou goed, het is ook nog maar kort geleden. Ja. Hoe gaat het met Jesse? Met Jesse gaat alles goed. Ze is 4 weken oud. Hij heeft alles erop en eraan. Maar hij schijnt wel een voorkeur voor insecten en zo te hebben. Dus nu al? Hij lust geen moedermelk, dus nee. Oké, okay, maar de spanning is hier in ieder geval enorm te snijden. Kijk maar eens naar de gezichten van Judge en Jutta. Jij hebt de beslissende stem. Mag ik de envelop waar die in zit, alsjeblieft? Alsjeblieft. Dank u wel. De naam die op dit briefje staat, begint met een J. Daarna komt er een U. Maar de winnaar van Expeditie Robinson 2003 is Jutta!